Goedemiddag, ik ben Fabienne Hoogland van Hurks en ik heet je van harte welkom hier bij de eerste video die wij maken over onze projecten Hoge Stenen en Florijn hier in de nabijheid van Leidsche Rijn Centrum. Met deze video willen we je graag op de hoogte houden van de bouw van jouw woning in de Hoge Stenen of Florijn of misschien overweeg je om daar een woning te kopen. We staan hier op de bouwplaats van Hoge Stenen en Florijn. De bouw is, zoals jullie zien, ondertussen gestart. Op dit moment zijn we bezig met het dichtmaken van de kelder onder de appartementen. Daarna gaan we beginnen met de woningen, die volgen eigenlijk de appartementen. Een deel van de kelderbak is voor de kerst dicht. De rest loopt door tot eind januari. Ook de kopers van het carréblok hebben straks in deze kelder een parkeerplaats. De bouw van dit blok start in het voorjaar van 2021. De bouw van Florijn loopt ook. We zijn daar gestart met het kelderblok en beginnen binnenkort met de appartementen en de woningen. Binnenkort woon je vlakbij het centrum van Leidsche Rijn. Hier heb je echt alle voorzieningen bij de hand. Je hebt hier bijvoorbeeld de Jumbo Food Market, die met 3500 vierkante meter de grootste supermarkt is van de hele provincie Utrecht. Behalve voor je boodschappen kun je hier ook terecht in een van de 130 winkels om te funshoppen. Of in een van de lunchtentjes iets te gaan eten of ga een avondje naar de bioscoop. In het Utrecht Pathé Theater Leidsche Rijn kun je terecht in een van de 7 zalen. Heb je een afspraak in de binnenstad van Utrecht, dan ben je er echt in no time. De OV-verbindingen met de Utrechtse binnenstad en Leidsche Rijn Centrum zijn perfect. In een minuut loop je van Leidsche Rijn Centrum naar het station Leidsche Rijn. En dan sta je binnen 5 minuten in de binnenstad van Utrecht met een NS Sprinter. Vanaf het busstation hier in Leidsche Rijn vertrekt iedere 5 minuten een bus. Ook naar de binnenstad van Utrecht, maar ook naar Maarssen, naar Vleuten, naar de Meren of naar het Sint-Antonius ziekenhuis of Nieuwegein. Vanuit je nieuwe woning in Florijn of Hoge Stenen ben je ook in nota op de fiets in Leidsche Rijn Centrum, maar ook in de binnenstad van Utrecht via de fietsbrug die over de A2 leidt. Wist je trouwens dat Hurks ook een van de bouwers is van Leidsche Rijn Centrum? Samen met Slokke realiseerden wij onder andere de onderbouw met een gigantische expeditiestraat, een heel uitgebreid gangenstelsel en een enorme parkeergarage. Ook realiseerden we 45.000 vierkante meters aan winkels en kantoorruimte en 230 woningen in Leidsche Rijn Centrum. Verder bouwde Hurks hier ook de woonwijk Parkzijde, het Sint-Antonius ziekenhuis hier even verderop en nu dus Hoge Stenen en Florijn. Er zijn nog woningen beschikbaar in Hoge Stenen en Florijn. Kijk op de website voor meer informatie en daar vind je ook de contactgegevens van de makelaars. Ga anders zelf eens kijken en met eigen ogen zien en beleven wat het Leidsche Rijn Centrum je te bieden heeft. Het tweede stadshart van Utrecht. Wij wensen in ieder geval hele fijne feestdagen en een top 2021. En tot de volgende video. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy